Vandaag ga ik samen met jullie weer een heel leuk huis bekijken. Het huisje heet Mimosa. Je kunt hier in levensloopend en gelijkvloers wonen. Het is een prachtige tuin en de locatie waar het huis ligt is ook bijzonder prettig. Je zit hier vlakbij de bossen, op loopafstand van het vernieuwde winkelcentrum Ordeplein en je fietst hier ook zo naar het centrum. Laten we maar eens gaan kijken. Germanenlaan nummer 21. Het is een semi-bungalow. Ik heb deze woning een aantal jaren geleden ook aan deze mensen verkocht. Destijds hebben ze de hele woning op de kop gezet en alles gemoderniseerd, dus ik ben benieuwd wat ik binnen aantref. Hey, hallo! Mag ik even komen kijken? Nou, dat de huidige eigenaren deze woning geheel gemoderniseerd hebben, dat valt bij binnenkomst direct al op. Mooie gladde plafonds, gladde wanden, moderne kleurstelling. En de woonkamer, die is gewoon heel prettig. Oppervlakte is goed. Je hebt hier ruimte genoeg voor een grotere eethoek, een grotere zithoek en veel lichtinval. Een levensloopbestendige woning heeft natuurlijk ook slaapkamers op de begane grond. Deze woning heeft er maar liefst 3. En die zijn alle 3 van een prima formaat. Dit is de eerste. Ja, dit is kamer nummer 2. Ja, die ziet er net als de rest van het huis ook prima uit. En via een deur in die kamer kom je in deze kamer. Ja, dit is dus kamer nummer 3. En wat hier heel prettig is, is dat je via een schuifbui zo het terras op kunt. En aangrenzend vind je de badkamer. Ja, die badkamer ziet er dus ook gewoon heel goed uit, hè? Hij is modern, geheel betegeld, voorzien van een wastafelmeubel, een douche. En je kunt hier ook in bad als je dat wil. In de hal vind je verder een modern toilet. En via de hal kom je ook in de keuken. De keuken ziet er ook gewoon netjes uit. Lichte kleurstelling. Je hebt hier alle apparatuur die je nodig hebt. Bergruimte hier. En via de keuken kun je ook de tuin in. Nou, niet alleen het huis binnen en buiten is heel verzorgd, maar dat geldt zeker ook voor de tuin. Die tuin is dus echt lekker groot, hè? Ligt pal op de zonzijde, keurig aangelegd, met achter de woning een groot terras. En moet je zien, joh. Ja, als je van tuinieren houdt, ja, dan zit je het wel goed, hè, zoals je ziet. Dit is overigens ook heel leuk. Extra houten schuurtje met een overdekt terras, waar je ook met wat minder weer heerlijk kunt zitten. Het heeft ook nog een stenen schuur. Ja, en dit moeten jullie ook even komen zien. De voormalige garage die is omgebouwd dus deels als schuur en deels als een kantoor, werkruimte of atelier. Dus heb je daar wat dat betreft behoefte aan, dan is dit ideaal. Ja, ook dit is natuurlijk heel prettig, hè? Je kunt meerdere auto's op een royale oprit op eigen terrein kwijt. Ja, er is nog meer wat ik jullie wil laten zien. Moet je maar eens even kijken. Ja, moet je maar eens kijken wat een gigantische zolder deze woning heeft. Dat is ideaal voor opslag, maar ook voor andere doeleinden. Hey, je woont hier mooi, hoor. Ik snap niet dat je weggaat. Je kunt hier levensloopbestendig wonen. Je kunt hier prima met een gezin wonen. Het ligt op een uitstekende locatie. Het is nog eens gemoderniseerd ook. Maar ja, dan zoek ik wel een andere eigenaar ervoor. Heb jij interesse? Moet je hier heel snel komen kijken.